Ondanks het verlies van vorig weekend tegen Tilburg ziet het er vooralsnog rooskleurig uit in Nijmegen voor de Ahout Devils. Ze zijn zo goed als zeker van de Final Four waarin ze meedoen om het kampioenschap. Nijmegen ziet zich als een gevaarlijke outsider voor de titel. Ik was vorig jaar zelf niet hier. Ik weet wel de geschiedenis wat vorig jaar gaande was. De ploeg heeft vorig jaar 29 wedstrijden op rij verloren. Afgelopen zomer zijn er een aantal jongens aan de selectie toegevoegd. Ik ben bijgehaald. We wilden op een andere manier ijshockey gaan beleven. Gaandeweg zag je daar steeds verbeteringen komen. En ja, je kunt ons echt zien, de groei die we dit seizoen doormaken, ja, daar zit echt een stijgende lijn in. Van het begin ja, tot aan nu. Mijn gevoel binnen de groep is dat ze zich nog niet beseffen daadwerkelijk hoe goed ze kunnen ijshockeyen. En dan de truc is het eigenlijk, hè, ze doen het bij vlagen supergoed. En dan zien we bepaalde tactieken en zoals we willen spelen, op welke manier zien we terugkomen. Alleen niet structureel 60 minuten lang. In de wedstrijden van de Final Four gaan de Devils hoogstwaarschijnlijk spelen tegen Den Haag en Heerenveen. Sterke tegenstanders dus. Heerenveen, Den Haag, dat zijn eigenlijk de favorieten voor dat weekend. Maar ik denk wel dat wij daar een hele gevaarlijke outsider in zijn. Hè? Een team wat bewezen heeft ook tegen die teams te kunnen spelen. En waarin we eigenlijk de voorgaande keren net tekort kwamen. Weet je wel. Bij Vlagen lieten we zien dat we ze ook in die wedstrijd de tegenstander daar konden domineren. Het voordeel van een Final Four is, het draait maar om één wedstrijd. Hè? Het begint ligt eraan wie je tegen krijgt. Waarschijnlijk Heerenveen, omdat Den Haag nogal wat voorsprong heeft. Waarschijnlijk kom je tegen Heerenveen. En mocht je die winnen, kom je dus tegen Den Haag. Dus als je tot het einde gaat, kom je ze beide tegen. Het voordeel daarin is dat het om één wedstrijd gaat. En in één wedstrijd kan van alles gebeuren. Dat is de vorm van de dag. Hè. We kunnen daar vooruit spelen zonder druk. Er ligt geen druk op de ploeg. Die ligt dus bij Den Haag-Heerenveen. En ja, goed, we proberen daar te stunten dat weekend. En ja, daar werken we langzaam aan naartoe.